de belpopvraag die op iedereen zijn lippen nu brandt van het verhaal rond de baslijn van Oh La La La. Ja. Hoe is dat volgens u gegaan? Want Ferre Balen heeft het origineel gemaakt. Voor alle duidelijkheid, de bassist Ferre Balen heeft die baslijn gemaakt. Van Oostende ook? Of de Rond? De Rond, ik durf het niet zeggen. Trouwens, iemand die toch ook een ongelooflijke bassist is, Ferre Balen, die heeft ongelooflijke baslijnen gemaakt bij Tissimatic. Ja. Niet alleen maar Olalala, ik denk aan Parrot Brigade, ik denk aan Middle Class and Blue Eyes. Ongelooflijke groove, ongelooflijke sound. Hij is de architect van Olalala, hij heeft die baslijn geschreven, voor alle duidelijkheid. Ik speel het maar na. Ja. Maar hij blijkt van de aardbol precies verdwenen. Geen ene muzikant weet hem precies hoe. Ik weet dat hij nog actief geweest is in bepaalde ook elektroprojecten daarna. Ja. En ik denk dat hij nog bezig is, maar ik heb er zelf geen contact mee. Maar ik kan alleen maar zeggen dat, voor uw podcast, dat je hem zeker moet vragen, want je gaat daar ook verhaal van krijgen. Als ik hem kan vinden, ja. Dus voor zover ik weet, het verhaal is dat die Oh La 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 riff of groove, drums, bas, is in het repetitielokaal, was een soort van opwarming, jam, dat Rudy en Ferre aan het doen waren. Oké. En, Arno is binnengekomen en ze hebben, die dingen, of dat, die riff, dat moeten we doen. En vandaar is er een song uitgekomen. Ja. Maar het is puur, heb ik mij laten vertellen, Rudy en Ferre repeteerden heel veel samen. Ja. En heel lang. Ja. Grooves, herhalen. En van daaruit werden er ideeën uitgenomen. En dat werd dan ontwikkeld. En dan kwamen er teksten op. Ja, want die Symmetric zat ongelooflijk tight voor die tijd. Hè. Er waren geen Pro Tools, geen digitale machines om alles te manipuleren. En ook als je live beelden, dus je ziet heel veel live beelden passeren. Dat is, Pinkpop op YouTube bijvoorbeeld. Die ritmesectie is is waanzinnig hoe strak en hoe je komt daar geen spel tussen krijgen. En dan ook die snijdende gitaren. Jean-Marie is ook een van de top muzikant. Ja. Ja. Dus je krijgt een soort van sound eenheid waar er niks geen spel tussen krijgen. En ook elke lijn is goed doordacht. Die baslijnen zijn soms heel economisch, maar to the point. Ja. Op die drumpartij is economisch, maar to the point. En dat is ook wat je leert van Arno, is to the point gaan. Je kunt, dat was een beetje een rookie mistake als je dan begint te spelen bij hem, dat je bent van alles erbij te doen. Dan wordt er naar u gegeven van, what the fuck. Ja. Be rudimental, de essentie is genoeg. On the one, proberen. En al de rest, maak het zo verstaanbaar mogelijk. En dat vind ik. Ja, eigenlijk is dat waar. Ik bedoel, het is een beetje lekker dat wij aan het praten zijn. Als ik blablabla ga beginnen, ga je ook naar mij kijken van oké, het is mooi geweest. Ja, we zitten nog mooi binnen de tijd, heb ik gezien. Maar we gaan een beetje spelen, want ik zou graag een keer zien van dicht hoe dat de bassist van Arno nu, los van het feit dat het niet Ferre Balen is, dan die lijn interpreteert. Want er is op zich niet veel ruimte voor interpretatie van noten. Van noten is er die exact moet gespeeld worden. Je kunt de noten niet, parafraseren. Maar voor alle duidelijkheid, Ferre, voor zover ik weet, ook van te zien, heeft altijd met Plectrum gespeeld. Ja. Het is een heel Plectrum rekening. Ik heb dat, ik weet ook niet waarom, altijd zo gespeeld. Fingered. En voor Arno was dat geen mindfuck van Plectrum? Nee, want ik probeerde ook zo heel vrij staccato mogelijk te doen. En je zit met de intro riff. Dat is al het begin. Ja. Dus we zitten met die handeling en je probeert die 16th zo strak mogelijk te houden. De hi-hat die meedoet. Het is een stout tempo, hè. Ja. Het is snel, maar niet te snel. Nee. Het is heel moeilijk om tussen en, de twee en te laveren. Het is levensgevaarlijk als de drummer te rap aftelt. All good rock and roll speeds up, hè, zeggen ze in Oostende. Yes, hebben we meegemaakt. Maar het is een heel gevaarlijk nummer, want
als je de originele versie, ja, krijg je er meer een... Dan, ja, is dat die eerste met die... De losse snaar die altijd afgewisseld, ja, wordt met een bovenmiddel. Ja, ja, dus... En dan krijg je die... Ja. Dat vroeg ik me af. Pakt je die in slide of puur wel, maar om? Soms... Ja, je kunt hem... sorry. Je kunt hem zo spelen of... Ja, maar naarmate tempo, want als je dit doet, ja, krijg je een soort van... Ja, R&B-achtige voetbal, ja, die er niet in past. Ik, ja, weet dat de bedoeling waarschijnlijk was van meer in de funky R&B-richting te zitten, ja, in haar tijd. Kijk, een beetje witte funk, hè, die Semantic. All the way, ja, all the way. En dat is fantastisch. Maar dat is dan die riff, omdat je dan die... En dit... Ja. Kunnen laten doorklinken, maar het ook de blijft klinken. Ja. Ook de synth keys. Pakt daarmee. En wat eigenlijk nog cooler is, is als je die baslijn, ja, de strofes zo gezegd, die. Dat is een supercoole baslijn, ja, omdat dat zo heel, als je traag speelt. En eigenlijk moet je daar niks aan veranderen. Ja. Dat moet blijven, ja, rollen samen met die. Tuk, 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 tuk. Ja. Die lijn is hoe zou ik het zeggen, geplakt op die hi-hat, ja, snare-patroon. Ja, ja. En je moet daar niet beginnen, totaal niet nodig. Die de ambitie hebben om even Jaco Pastorius-wise of... Ik zou niet durven. Of Rocco Prestia. Nee, maar dat heeft daar geen plaats voor. Eigenlijk is het een beetje dat soort lijntje. Hè, ja, zo die 16-note funk. Ja. Hè, die, het heeft, ja, ook zoiets met zoals... Niet hetzelfde, maar ook wel ongeveer het dezelfde tijd van Ian Dury en de Blakke. Ja, Hit Me With Your Rhythm, ja, Stick. Fantastische band. Ja. Zo die van Norman Watt Roy. Ja, ja, ook geïnspireerd, ja, door. Ja. Maar ik weet niet wat verre zijn invloeden waren, maar ik weet wel dat ze heel veel naar James Brown en zo'n genre muziek aan het luisteren waren. Ja. Heel veel funk en soul. Dat een grote invloed, ja, was op hen. Ja. Ja... En hij heeft het op zijn manier gedaan. Dus ik zie hem ook spelen op andere bassen, verre, op de opnames. Dus ja, ik, van die walachtige, ook, ja, zo heel, technische, clean, ja, presente heel, heel percussief, want dat is, ja, ook iets dat heel belangrijk is in die sound, denk ik, is dat die heel percussieve metal, ja, in your face, ja, 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 op van die zware SVT-Ampex, ja, dacht 2. Ja, dus, die dan extra... Ja, voor nog zo'n beetje die push te geven. Dus dat is... wat ik weet van die sound van in die tijd, of wat ik toch, ja, gezien heb. En ik weet ook, als we dan live spelen met Arno, of dat nummer of een ander nummer, dat die sound er ook wel moet zijn. Ja. Zeker in de zwaardere, het zwaardere werk, of enfin, zwaarder is niet het juiste woord, maar zo de meer rock, ja, of die, ja, ik noem dat zo industrial sound. Ja, zeker. Dus dat probeert hij dan ook, het machinaal, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dat ik dan wel op zich, want ik heb het ook een paar keer al moeten spelen, en ik twijfel dan altijd om de pom-paradam. Ja. Jij pakt die in de positie, ja, lager. Je kunt, ja, die in principe ook op je misnaar. Ja, maar ik heb dat altijd zo genomen, omdat ik... Maar Ferre deed het ook zo, denk ik, aan de filmpjes dat ik, ja, heb. Ja, en ik zie hem ook dit doen. Ja. Dit, ik zie hem ook zo. Ook doen. Ja, ja. Of... Altijd loslaten. Dat, ja, zit er ook bij. Ja. Dus na gelang wat je ziet, ik denk ook na gelang, ja, ja, tempo of weet ik veel. Ja, want als je dit... Zeker met een plekterm is dat wordt, ja, heavy job in de pols. En hij had een heel losse feel, dus je zag wel dat hem heel gitaristiek ook zo, ja, ja, dit had. Ja, voor mij werkt het beter, zeker zoiets om die... Ja, met, ja, en als je hem dan ietsje meer achteraan speelt, dat hem ietsje dunner is en meer Pastorius quad. Ja, ja. En dan moet je dat wordt dat gedubbeld door de keyboard uiteraard. En dan, ja, krijg je nog zo meer een... Ja. Voor degenen die thuis willen proberen, ik vind altijd het moeilijke, dat is, je zit dan in de groove van de strofe. Ja. Het allermoeilijkste is voor mij als je terug naar het refrein moet. Ja, want je komt van... Dan moet je weer helemaal... En als je dit hebt... Ik slide hem. Ja. Wat doen? Ja, ja, ja. Ja.
voor mij werkt dat meer als je hem slijt. En ook zo, ja, het is ook wel leuk. Ja. Het is fantastisch. Het zijn eigenlijk maar twee riffs. Ja. En het is een hele song. Ah, absoluut. Voor de rest zijn er wel breaks bij, ja. Ja. Met de drum, ja. Voordat de bas niet speelt. Ah, wel, nee, de bas... ja, de Olalala, denk ik, in de Ja, op het einde. Nee, ja, op het einde, de bridge, ja. Speelt hem wel mee, hè, want dan valt de keyboard weg. Dat krijg je... Ja. En soms doet het ook... Ja. En hè, zo verder, verder. Ja. Dus het is een ongelooflijke uitdaging voor wie dat wil proberen. Ja, zeggen van, absoluut. Zet de metronoom vooral op. Ja. Bij de deze. En, want de moeilijkheid ligt in de feel en de timing. Ja. Op zich, de vingergrepen zijn ça va. Mm-hmm. Zijn niet de moeilijkste, we hebben ze er juist gezien. Ja. Het is natuurlijk alles in time brengen. Ja, het is, van, het is van A tot Z het kunnen spelen op een manier dat je niet de feiten moet achterna houden. Dat je niet zo... Ja. Snap je dat zoiets doet? Het is echt iets dat heel... Ja. En dat is... Dat Fall of staat met de drummer is ook de driving force. Hè. Ook die drumpartij op zich, is, daar kun je ook niks aan veranderen. Nee. Het werkt alleen maar als de bas en de drum zo gespeeld. Ja, want ik herinner mij dat er zo een keer geprobeerd geweest is om de drumpartij te veranderen. Maar ja, het werkte totaal. Ja. Nee, ook de frasering van de zang wordt trouwens anders. Ja. Enfin, of trouwens het concept, van trouwens het idee. Soms zeggen ze van altijd dat nummer spelen, maar het ding is wel, het is een nummer dat je niet kunt omheen gaan en het is een nummer dat je niet anders kunt spelen. Het is een beetje zoals Under Pressure proberen te spelen op bas en toch een andere noot er willen insteken. Ja. Dat gaat niet. Nee, dat is zo van... Omdat de riff de song is, eigenlijk. Ik ga er een keer iets bij doen, dus dat gaat niet. Dat gaat niet, dus... Allee, dus tenzij dat je in Las Vegas misschien een show van 100 keer op... Ja, of dat je met inside jokes bezig bent, dan is dat dus tussen ons. Maar, nee, dat kun je niet doen. Allee, dat neemt de schoonheid weg, vind ik. Allee, dat is niet alleen maar met dit nummer, maar er zijn zoveel nummers. Je kunt, je kunt ook niet de riff van Start Me Up of nee. Die ook al een fout was op zich toen dat hij ontstond. Voilà, maar ik wil zeggen, je kunt ook niet beginnen spelen, we gaan er nog een keer, ik weet het niet, iets bij doen of nog een extra akkoordje, of we gaan het jazzifyen. Ja. Dat gaat, allee. Dat... Ja. En ook als mens of als fan luistert je naar zo'n dingen en je wilt dat dan ook horen. Absoluut. Welcome to my masterclass of Latin music. I am Juan Carlos and together we will explore a bit this Latin music universe and we will get the best of it.